ben van brouwerij Nevel. We zitten in Nijmegen. We maken in totaal 25.000 liter bier per jaar. Heel veel verschillende soorten, maar we focussen ons op wildvergiste bieren. We zijn een vrij kleine brouwerij. Zeg maar, ik ben de enige werknemer en verder werk ik met vrijwilligers. Inflatiekosten en verhoogde energiekosten hadden al meer van ze gevraagd. En dan zou deze maatregel, die weer extra kosten betekent, er dus nog bij kunnen komen. Als deze maatregel ingaat, zullen veel kleine en lokale brouwerijen te maken hebben met kostenverhogingen. En dat betekent grotere kans dat een biertje meer gaat kosten dan dat je gewend bent. Het gaat duurder worden. Wat ik van plan ben is mijn prijzen verhogen, omdat ik niet de ruimte heb om het vanuit zeg maar, de marge op te vangen. Dus ik zal mijn prijzen moeten gaan verhogen. Brouwers hebben er zelf een mening over. Het is kort gezegd niet heel positief en ze staan er nou eenmaal niet van te springen. Ook is er enig kritiek. Ik vind het niet redelijk hoe ze het gaan verdelen. Dus kijk, in de basis ben ik het eens met accijns. Ik denk dat alcohol niet gezond is en dat je dat niet moet stimuleren als overheid. Dus in de basis ben ik het wel eens met accijns. Maar de manier waarop de regel nu veranderd gaat worden, zal voornamelijk een voordeel hebben voor de grote brouwerijen. En de kleine brouwerijen worden sterker benadeeld en zullen meer gaan betalen dan de grote brouwerijen. En als het juist gaat over alcoholconsumptie, als je het hebt over alcoholisme en dat soort zaken, die kopen voornamelijk het bier, het goedkopere bier van de grote brouwerijen. En alcoholisme speelt minder een rol bij het wat duurdere bier van als het gaat om speciaal bieren van kleinere brouwerijen. Dus het is, ze hebben niet, denk ik, niet heel goed rekening gehouden met dat aspect. Ik vind ook niet zozeer heel erg dat er een verhoging van de accijns is. Ik vind het voornamelijk belangrijk dat ze goed nadenken over wat de verdeling is van hoe ze die accijnsverhoging verdelen ten opzichte van het formaat van het bedrijf.